Dit is Flevoland, Zomeracademie. De Kerkstraat, de Dorpstraat en de Schoolstraat, die zijn in veel plaatsen wel te vinden. Onze provincie is op de tekentafel bedacht en al die nieuwe straten moeten natuurlijk een naam krijgen. Maar hoe werkt dat eigenlijk? Zo krijgt een deel van de wijk Emmelhagen in Emmeloord bijvoorbeeld binnenkort straatnamen met de namen van vrouwen uit de wederopbouw. Ja, degene die zich daar samen met een collega mee bezighoudt in Noordoostpolder, dat is Marcella Marinelli. Zij is van de gemeente Noordoostpolder en we heten haar welkom in de uitzending. Goedemiddag, Marcella. Goedemiddag. Hoe gaat dat nou in zijn werk? Stel, er komt een nieuwe wijk, moeten die straten uiteraard een naam krijgen allemaal. Dan ga je zitten en ja, hoe begin je dan? Ja, in eerste instantie wordt er gedacht over, nou, wat wordt een beetje het thema van een wijk? En waar past het bij? Dat is soms in een dorp weer anders dan in een stad. Maar uiteindelijk neem je dus een besluit over een thema. En vervolgens zoek je daar dan ook, zeg maar, de juiste personen en namen bij die dat thema vertegenwoordigen. En de wijk Emmelhagen die ging vooral over onderzoek. En in de loop van de tijd vooral onderzoek in de Noordoostpolder. En zo krijgt iedere wijk in Emmelhagen heeft te maken met onderdelen die te maken hebben met de opbouw van de Noordoostpolder zelf. Ja, en dan ga je dan met een encyclopedie vervolgens zitten om daar wat leuke namen bij te vinden? Nee, het ligt een beetje, het ene thema is wat makkelijker dan het andere. Maar voor de wederopbouwperiode bijvoorbeeld, hè, vrouwen van de wederopbouw die we nu doen, hebben we eigenlijk alle vrouwenverenigingen aangeschreven. En hebben we gewoon gevraagd van nou, zijn er in jullie kring en in jullie vereniging vrouwen geweest waarvan jullie vinden dat zij een straatnaam verdienen en waarom? En dat hebben we geïnventariseerd. Vervolgens hebben we gekeken naar hoeveel straten hebben we nodig. Wat is de informatie die is aangeleverd. En toen zijn we gesprekken met families gaan houden. Ja, want je moet wel achtergrond onder informatie verzamelen. In principe moet iemand minimaal een jaar overleden zijn. Ze moeten van onbesproken gedrag zijn. Er zijn nog wel wat andere regels, namens dat een straatnaam niet langer dan 24 letters mag zijn, omdat het anders niet in de tom-tom past, of niet snel leesbaar is. Dus dat zijn van die dingen waar je wel rekening mee moet houden met, gebruik je dan een voornaam of alleen een voorletter? Wij vinden, zeg maar in Emmelhagen kiezen we voor de wat persoonlijkere weg, dus je gebruikt een voornaam met een achternaam. Maar je kan dan misschien niet twee achternamen gebruiken. En nou, zo wordt er dan gekeken. En families moeten het zelf ook willen. Ja, want dat, Marcella, want je zoekt dan familie, je zoekt dan contact met de overlevenden van diegene. Zijn ze altijd blij als je even belt? Nee, in eerste instantie is het vaak toch een redelijk overdonderende vraag. Mensen schrikken ervan of denken van, oh, wat is dit? En in sommige gevallen denken ze ook van, nou, je neemt minder maling. Dus dat is, ja, het is af en toe wel even praten van, nou, waarom wil je dit nou? Waarom doen we dit nou? En het is ook, zeker bij deze generatie vrouwen, ja, die vonden het niet meer dan normaal dat ze dit deden. Dus je kreeg heel vaak het antwoord, ja, maar dat is toch niet bijzonder. Maar uiteindelijk is het dat wel. Ja, want vaak wordt het toch ook wel als heel eervol beschouwd om een straat naar je genoemd te krijgen. Ja, hè? Voor de nabestaanden natuurlijk ook gelden. Ja, het is zeker een hele eer, want je doet het niet zomaar. En zo'n straatnaam die blijft ook natuurlijk zo lang mogelijk bestaan. Dus je doet het niet voor even. Je moet er goed over nadenken of je dit wil als familie. En je moet er ook goed over nadenken als je zo'n straatnaam geeft. Ja, want Marcella, wat voor suggesties zijn er dan geweest? Wat deden die vrouwen dan tijdens die wederopbouw? Nou, het was sowieso in de wederopbouwperiode, of tenminste bij de opbouw van de Noordoostpolder, werden gezinnen geselecteerd om daar te komen werken. En een van de voorwaarden was dat zowel mannen als vrouwen bijdroegen aan de maatschappelijke opbouw van de Noordoostpolder. En mannen waren vaak heel erg betrokken bij, nou ja, juist de fysieke opbouw. Hè, en gewoon het land in cultuur brengen. Maar vrouwen hebben vaak aan de grond gestaan van scholen, opleiding, verenigingsleven, echte dorpsgemeenschappen. En de vrouwen die we hebben uitgekozen, die hebben ook vooral daarmee te maken. Vrouwen die in die periode arts waren, of met scholen betrokken waren bij opleiding,
bij bibliotheek, nou, noem maar op, politiek. En dat was in die tijd was dat eigenlijk redelijk ongewoon. Vrouwen waren eigenlijk tot op het moment dat ze trouwden, kon het nog. Maar daarna werd er eigenlijk verwacht dat ze voor het gezin gingen zorgen. En er werd niet verwacht dat ze een carrière hadden. En dus ja, tegenwoordig kijken we daar iets anders tegenaan. Maar ja, het was zelfs bij wet bepaald dat vrouwen na hun trouwen niet meer mochten werken. En ja, dat is pas in 1956 afgeschaft. En wij weten dat eigenlijk al bijna niet meer. Maar zo bijzonder was het dus wel dat die vrouwen dat deden. Ja, dus heel geëmancipeerd eigenlijk wel hier in de polder. Dat moest dan ook wel, anders krijg je de polder niet af. Ja, dus er zijn nu 11 straatnamen geselecteerd. Hoe gaat dat nu verder? Moet dat nog ergens aan voor? Aan wie wordt dat voorgelegd? Nou, dat is al gebeurd, zeg maar. In principe doen we de onderbouwing en een stuk tekst over waarom deze straatnamen. Vervolgens wordt dat opgenomen in een zogenaamd straatnamenbesluit. En met een kaartje erbij, met waar zou wat kunnen. Dat wordt ter inzage gelegd. Dus mensen kunnen daarop reageren. En als er geen reacties komen, dan wordt zo'n besluit definitief. Nou, daarom willen we natuurlijk graag even weten. Welke vrouwen, je hoeft ze niet alle 11 te noemen, maar welke vrouwen krijgen straks een straat? We hebben zowel boerinnen als artsen. Maar ook bijvoorbeeld vrouwen. Nou, ik noem een Jeannette Voogd. Die heeft als vrouwenarts in het Dr. Janssen Centrum gewerkt. Of een Aleida Dijkhuizen, die 2105 huwelijken heeft voltrokken in de Noordoostpolder. Of Christine Krebas, die veel heeft gedaan destijds al voor de LHBTI-gemeenschap. Of Ans Jonker. Een van de enige dame die in de poldercommissie zat. Dit soort vrouwen die hebben een straatnaam. Ja, het is ook wel een beetje broodnodige inhaalslag, denk ik. Want ik denk dat tot nu toe veel van de straatnamen die naar personen zijn genoemd in het Oostpolder, ja, zijn toch mannen, hè? Dat is overal in Nederland zo. En dat is ook een van de redenen waarom we bewust nu gekozen hebben voor vrouwen. Maar komt er straks ook wel onder die naam te staan wat die vrouwen deden? Of moeten we dat gaan raden straks? Nou, dat past niet allemaal op een straatnaambordje. Nee. Misschien dat we tegenwoordig met een QR-code moeten gaan werken. Ik weet het nog niet. Maar in ieder geval krijgen alle nieuwe bewoners, mensen die een kavel kopen in zo'n straat, die krijgen het informatiepakket, zodat ze weten van, nou, waar komt nou deze straatnaam vandaan? En dat is dan al het begin, want zo hou je ook zo'n naam levend. Ja, nou, jullie zijn nu bezig met de vierde fase van Emmel Hagen. Dat worden allerlei architecten. Iets in Mark Nessen. Wat worden dat voor straatnamen? Nou, bij Mark Nessen zijn we eigenlijk... Dan kijk je heel erg naar wat past bij het dorp. Mark Nessen betekent moerassig land. Dus dan zoeken we voor een uitbreidingswijk in dit geval juist naar termen die te maken hebben met moerasgebied. Nou, heel goed. Jullie hebben een hele klus voor jullie, want er komen nog heel wat woonwijken bij. Er wordt weer van alles aangebouwd in al die dorpen. Marcella Marinelli van de gemeente Noordoostpolder, hartelijk dank en veel succes met goed werk. Geen dank. Dit is Flevoland Zomeracademie. Daar steek je wat van op.